meegedaan met het traject omdat ik veel met klanten in gesprek ga. Ik geef voor Actie als best wel vaak een presentatie. En waar ik heel veel moeite mee heb, is het om het persoonlijk te maken. En achter de schermen kan ik het allemaal prima. Maar zodra ik in het podium licht sta, dan heb ik toch een soort van dat ik doodsla. Wat ik mezelf uitdaagd vind om een boeiend verhaal te vertellen. Hè. Ik was bang dat het al snel surf en saai overkomt en dat mijn publiek me niet zou horen. De drie dingen die je meeneemt. Nou, de eerste is toch wel, je kwetsbaar opstellen is juist iets positiefs. Persoonlijk houden, structuur erin te brengen, dus een verhaal op te bouwen door een format. En hoe je daadwerkelijk iets kunt pitchen en op welke manier je daadwerkelijk moet openen tijdens een presentatie. Door de corona is het traject iets anders gelopen dan bedoeld was. We hebben veel online en via videocalls moeten doen. De video's vond ik super interessant en heel leuk om Eva te zien, want die is zo energiek en geweldig. Dus dat vind ik heel leerzaam en leuk. Ja, Eva die is één grote bom met energie. En dat werkt wel heel uitstekend. Dus ze heeft altijd enthousiasme. Altijd goede zin, altijd een glimlach. Ja, en stiekem, gedurende zo'n programma neem je dat een beetje over. En ja, dan zet je soms net wel dat stapje over die drempel om dingen te doen. Ja, en voor mij werkt dat heel goed. Na het traject met Eva heb ik er toch ervaring op gedaan, wat tips gekregen. Hoe ik mijn verhaal persoonlijk kan brengen, hoe ik er details in aanbreng. Hoe ik het leuk en spannend hou. Ik voel me nu een stuk zekerder. En ik heb vooral geleerd om het persoonlijk te maken. Dus dicht bij mezelf te blijven, persoonlijke voorbeelden te noemen. Dus ik heb daar zeker heel veel van geleerd. Nou, wat we hebben gedaan is de eerste paar maanden heel veel online gedaan. We hebben heel veel content met elkaar gedeeld, ook heel veel online gepresenteerd. Hè, dus op basis van video-opnames. Maar vandaag hebben we dan eigenlijk een hele mooie live dag. Waar we daadwerkelijk op een podium kunnen staan, met elkaar kunnen oefenen in kleine opdrachten. Maar ook in een opdracht die we eigenlijk al hebben opgebouwd over de tijd heen. Namelijk een case rondom een klant, of een case rondom je propositie, of een case rondom je carrière. En om die op een hele leuke en persoonlijke manier te kunnen vertellen. Is het als jouw presentatie niet alleen beklijft, dat ze jou kunnen herinneren, maar dat je er ook nog een gesprek aan overhoudt. Of beter nog, een nieuwe klant. Of dat jouw collega's veel beter snappen waar je mee bezig bent. En je in teamverband samen tot resultaten kan komen. Dat is het programma Get Your Story Straight. Het is een presentatietraject van 3 maanden met een online videoacademie, boordevol lessen over jezelf presenteren. Maar natuurlijk vooral een plek waar jij aan de slag kunt om zelf jouw presentatie naar de next level te tillen.